Mark Helmhout voor Raymond Meters, Pascal Zwart, die gaat bovenlangs. Berry de Vos zit er onder. Gert-Jan Paul gaat lekker mee met Berry de Vos. Gert-Jan Paul gaat nu naar 3. Aan de leiding is het Mark Helmhout. Dan is het Raymond Meters, Pascal Zwart, Gert-Jan Paul, Berry de Vos. Dat zijn de mannen. Ruben Guitema. Het is inderdaad Mark Helmhout. Ik dacht dat dat vrienden waren. Nou, bij de fantasie hoor. Die helpen elkaar hier even naar buiten de baan. Dat gaat gelukkig goed. Het is de Pascal Zwart in de vierde positie. Gaat op naar die derde positie. Het is Berry de Vos in vijfde positie. Dan is het Roy Pas weer. Ruben Guitema. Erwin Mulder. Anne Bosch. Harriet Viers in het laatste deel van Edith van Wilmer Vinter. Mark Helmhout aan de lijn. Meters zit op 2 en aan de leiding is het nog steeds Mark Helmhout. Kijk of het allemaal goed gaat daar in de stof op de overzijde. Het is Mark Helmhout nu nog steeds aan de leiding. Er zijn 3 meters met een klein foutje. Gert-Jan Valk en Pascal Zwart gaan daar naar het achterwiel van Meters. Pascal Zwart is als een bezetene gaat hij verkeer vandaag hier op de baan in Rode. Valk met een klein foutje. Dan gaat Pascal Zwart naar 3. Dan gaat Zwart weer naar 2. Gert-Jan Valk gaat door naar 3. Foutje van Pascal Zwart. We zitten inmiddels in die laatste ronde. Het is nog steeds aan de leiding. Mark Helmhout, Pascal Zwart, Gert-Jan Valk, Raymond Meters. Dan is, nee hoor, het is Berry de Vos daartussen. Dan is het Raymond Meters. Dan is het Roy Pas weer. Erwin Mulder, et cetera, et cetera. Maar we gaan ook naar het Pas weer geblokt. Die hebben natuurlijk al gezien. Mark Helmhout, Pascal Zwart. Harriet Kier, even van deel.